Goedemorgen, het is maandag en we zijn onderweg naar Wis. En ik ga eerst even lopen met een ander paardje samen met ma. En daarna gaan we Wis losgooien en rijden als het goed is. Dus ja, tot zometeen. Ik heb net heerlijk met Wis gelust bij Bianca en we hebben ontzettend veel geleerd weer en ja, het is gewoon ontzettend leuk. En ik heb weer een mooie handvat en huiswerk om mee door te gaan, dus we gaan weer lekker aan de slag. En ja, Wis staat nu weer lekker op zijn stal en wij gaan lekker naar huis even opwarmen, want het is best wel koud. Dus ja, misschien tot vanavond en anders tot morgen. Doeg! Goedemorgen, het is een hele rare dag. Ja, dat komt omdat mijn kat net overleden is. We hebben haar net weggebracht naar het crematorium. En ik had nog zo afgesproken met mezelf niet te gaan huilen in de vlog. Maar goed, dat is een beetje mislukt. Ze is in ieder geval samen in de handen van mijn moeder en mij gestorven. We hebben een mooi afscheid kunnen nemen. Ze is 17 jaar geworden. Dus eigenlijk een hele mooie leeftijd. Ja, wat ik verder vandaag ga doen, dat weet ik nog niet echt. Ik ga vanmiddag even naar Wis. En een vriendin heeft hem buiten gezet. Het is toch heel fijn dat de mensen zo ook voor ons klaarstaan om hem dan te doen. En dus ja, we gaan gewoon weer verder. En ja, het zal een lege plek zijn in huis. Maar we hebben echt een hele mooie tijd gehad en heel veel mooie herinneringen. En daar ben ik haar ontzettend dankbaar voor. Dus ja, dit was het voor nu even en tot zo meteen. Goedemiddag, we komen net van Wis en ik heb hem samen met mama even losgegooid. En ja, morgen moet ik weer naar het ziekenhuis, dus ik weet niet of ik dan iets met hem kan doen, maar ik hoop het wel. En ja, nu gewoon lekker naar huis, even wat eten, opwarmen bij de kachel, want ja, het is koud. Super! Nou, allemaal, daar ben ik dan weer. Ik heb even een briefje erbij, omdat ik, ja, mijn hoofd heb ik ergens achtergelaten, denk ik, vandaag. We hebben
voor Manny's, mijn kat die overleden is vanmorgen, een super mooie urn uitgekozen. Ik zal een foto erbij plaatsen en daarnaast heb ik van mama ook een hangertje gekregen waar haar as in komt. Zo is ze dan toch nog altijd even een beetje bij ons. En vrijdag heb ik weer les. Daar heb ik ontzettend veel zin in. En verder wat ik niet mocht vergeten, daar heb ik ook een briefje. Er komt een ontzettend leuke winactie aan met Lovelands touwhalsters. Dus hou mijn kanaal in de gaten. En zo ook die van Horse Around, Dominique. En daarnaast heb ik een geweldig leuke cadeaubon gekregen van de paardendroogkist. Omdat als trouwe klant kregen we allemaal een presentje. En daarnaast een doos merci. Ook heb ik van de NCFS, omdat ik ambassadeur ben, leuke merci ook gehad. Dus we hebben weer lekker chocola. En met hoe ik me nu voel. Wow, vrouw en chocola. Dat gaat goed samen. En vergeet ik nu nog iets? Oh ja, morgen ga ik weer naar het ziekenhuis. Dus ik hoop dat ik ergens tijd en energie kan vinden om Wis te rijden. En anders is het morgen gewoon ook nog even losgooien. En gaan we vanaf vrijdag weer echt trainen. Want ja, dat is wel het doel. Want voor nu is de planning dat ik in januari toch wel weer de wedstrijden oppak. En ook de trainingen bij Anita. Ik ben zelf langzaamaan weer wat fitter aan het worden. En ja, nu de feestdagen even. En dan komt alles weer helemaal goed. Dan gaan we weer in het ritme. En ik zie jullie morgen weer. En dan, het is even een andere week weer dan de planning was. Maar ja, welkom in mijn leven. Waarin plannen niet bestaat. Dus nou ja, tot morgen. Nou jongens, om deze dag, die toch al ellendig was, zo af te sluiten. Want ja, het is nog steeds 21 december. En aangezien het toch al zo leeg is en ik al helemaal rot in mijn vel zit. Dag mijn concentrator voor mijn zuurstof. Kom, laten we ermee stoppen. Oftewel, of we bellen de storingsdienst of we lossen het op met de reservetankjes. Nou, aangezien dat vrij laat is, hebben we de tweede optie gekozen. Ik heb genoeg reserve zuurstof in huis. Dus vannacht een tankje met mijn beademing. Want mijn concentrator is ermee gestopt. Nou ja. En verder. Ja, het voelt echt onwijs leeg. Het is echt, zeker zo 's avonds, dan merk je het echt. En niet alleen ik, maar mama ook heel erg. Het is toch altijd, ja, als je naar het toilet loopt. Of naar de douche. Hey, Manny's voice het. Even aaien. En ja, ze is er niet. En dat is raar. Maar goed. Ik ga proberen te slapen. En ja, morgen dan de storingsdienst laten komen om het zuurstofprobleem op te lossen. Maar eerst denk ik morgenochtend naar het ziekenhuis en daarna zien we wel. Echt top dit, echt geweldig. Ik heb echt mijn dag. Nou, ik zie jullie morgen en ook dit is mijn leven. Ik had graag een positievere weekvlog. We begonnen zo goed. Maar goed. Dit is het dan. En ik zet mijn beademing op met mijn zuurstofdenkje. En ik ga een poging doen om te slapen. Ik zie jullie morgen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Ik ben net terug van het ziekenhuis. En ja, ging gewoon zoals altijd. En mam is nu naar Wis toe.
Het is nu ongeveer 9:30. En ik ga het hem even buiten zetten. En ja, ik hoop dat ik vanmiddag de energie heb om even iets met hem te doen. En verder, ja. Ik merk dat ik gewoon niet zo heel lekker in mijn vel zit. En dat komt wel weer. Ik denk dat als ik even weer bij Wis ben, dat het allemaal wel weer goed gaat. Dus ja. Even rustig aan, even een beetje bijkomen. En verder, ja. Just do it. En ik hoop dat ik vandaag of kan rijden of kan longeren. En dan ja, gaan we gewoon weer de training oppakken. Dus ja, dat. Even een andere opening dan normaal. Maar goed, deze hele vlog is al anders dan normaal. Dus wat maakt het uit? We doen het gewoon even zo. Dus ja, tot zometeen. Goedemorgen, het is vrijdag en we zijn onderweg naar Wis en ik heb zo les en ja, ik ga rijden, dus ik heb weer zin in. Nou, daar ben ik weer. En voordat ik de vlog afsluit, wil ik jullie eerst een klein beetje meer vertellen over Marnie's. Want ik had graag gehad dat ze nog een keer in de vlog voorkwam. Helaas heeft dat niet zo mogen zijn en ja, hebben we afscheid moeten nemen. En ja, het is voelt leeg, heel leeg. Het is gewoon, ik zou ook een paar foto's hier tussendoor laten zien. Dan hebben jullie een klein beetje een beeld. Maar ja, ze betekenen gewoon heel veel voor me. Want ik ben met haar groot geworden. Ik heb haar 17 jaar gehad. 17 jaar en ik ben nu 26. Ja, dat is zoveel jaren van mijn leven, meer dan de helft. Ik heb zoveel steun aan haar gehad en ja, het is moeilijk. Maar voor haar ben ik wel blij dat het eigenlijk heel snel gegaan is. En ja, los daarvan vind ik het ontzettend rot dat ze er gewoon niet meer is. Het liefst had ik haar gewoon, ja, zolang dat ik leef bij me gehad. En ja, dat gaat niet zo zijn. En ja, het is gewoon, het was echt mijn maatje. En ook die van mama. Dat is echt onze kat. En ja, ze heeft ons echt heel veel gegeven. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Het was een waarschijnlijk Europese kort haar. En we hebben zoveel mooie dingen meegemaakt. Het eerste jaar dat ze bij ons kwam. Sowieso wel. Dat ze, ja, ik kreeg haar toen mijn vorige kat overleed. En toen was het net een kitten. En oh, ze was zo eigenwijs en speels. En gewoon een fantastisch dier. Ze kroop in mijn ouwe. Ik had zo'n, misschien kennen jullie dat, zo'n vrachtwagentje waar je paardjes in kan doen. Voor je poppen, zeg maar. En daar kroop ze altijd in. En ook had ik zo'n hele grote bol. En ja, die zeg maar zo openklapt en sluit. En ja, daar kroop ze er altijd in. En dan klopte die weer dicht en dan kroop ze er weer uit en tegenaan slaan en erachteraan rennen. En ook achter fetus aan, als je er zo mee zwaaide. En dan maakten ze gewoon echt hele salto's. Dus ja, ik heb zoveel mooie herinneringen aan haar. En ook de eerste keer dat we haar meenamen op vakantie, ontsnapte ze bij het huisje. En ja, echt, we renden, Ma en ik, achter de kat aan, zo om het huisje, 10 keer. En we bleven maar rennen en we dachten gewoon niet dat we één moest draaien en dat we haar dan hadden. En zij bleef ook maar rennen. Uiteindelijk hebben we haar te pakken gekregen.
Het was echt een fantastische vakantie en ik was zo blij dat ze erbij was. En ook toen we verhuisden naar Zeeland, ging ze mee. En ja, ze was altijd de binnenkat geweest. Dus we hebben haar de eerste tijd hebben we haar binnengehouden. En naarmate dat we verder kwamen, ging ze naar buiten. En daar heeft ze zo van genoten. En ja, er ging echt een wereld voor haar open, letterlijk. En toch, ja, sliep ze altijd bij ons. En ze was echt, ja, gewoon een fantastisch beestje. En al die mooie herinneringen die ik van haar heb, die koester ik. En ik hoop gewoon dat ik ze nooit zal vergeten. Gewoon, ja, ook toen onze vorige hond overleed, die sliep ook altijd bij mij. was zij toch echt degene die dan me troostte als ik 's nachts gewoon, ja, hem miste. En ja, het is gewoon raar dat ze er niet meer is. En ook nog steeds echt gewoon vooral onwerkelijk. Het dringt niet echt door dat ze er nooit meer zal zijn. Want als ik naar boven ga, dan roep ik af en toe nog zo van: Monies, ben je er? Waar ben je dan, meisje? En dan is ze er gewoon niet. En ook zat ik vanavond achter mijn laptop en dan realiseer ik me plots: hey, er loopt geen kat overheen waar ik kom op. Ja, ze gingen allemaal toetsen tegelijkertijd in te drukken. En dat was af en toe mega irritant als ik gewoon op huiswerk wilde maken. Of wat dan ook vroeger. En nu keek ik dan YouTube filmpjes bijvoorbeeld. En dan sprong ze er weer bovenop. Dus ja, het is een hele mooie tijd geweest die ik met haar heb gehad. Wij allemaal. En ik ben daar zo ontzettend dankbaar voor. Ik had haar gewoon nog veel liever, nog veel langer bij ons gehad. Maar goed. Ik heb vandaag echt heerlijk gereden met Wis. Echt gewoon heerlijk. Ik heb niet kunnen filmen. En dat is gewoon omdat er nog een andere ruit in de bak was. En dat vind ik niet fijn om die... ja, die wil ik niet lastigvallen om het zomaar te zeggen. En ja, ik hoop de training nu echt weer een beetje op te pakken. Ik heb deze week 2 keer gelest. En ja, vanmorgen dus. En het ging gewoon heel fijn en goed. Dus ja, ik ben er blij mee. En ja, het is nu een kwestie van weer doorgaan en weer opbouwen en volhouden. En ik weet zeker dat dat gaat lukken. Maar ja. Nieuwe jaar hoop ik dan weer ook de wedstrijden op te pakken. En ook de trainingen weer bij Anita. Want ja, dat mis ik wel. En ja. Dit was dus de weekvlog voor nu. Ja. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het abonneren, de reacties, het liken. Want ik heb gewoon inmiddels bijna de 160 abonnees. Hallo zeg, dat zijn er echt heel veel. Dat had ik nooit durven hopen. En echt ontzettend bedankt daarvoor. En willen jullie ons nou blijven volgen? En dan vooral natuurlijk mijn paardenavonturen. Dan druk dan op abonneren hieronder. En vergeet niet om een reactie achter te laten wat je graag zou willen zien in mijn vlogs. Dus... voor nu zeg ik tot volgende week. En ja, alvast hele fijne kerstdagen. Want ik zie jullie niet meer voor die tijd. Dus een fijne kerst. En volgens mij zie ik jullie net weer voor oud en nieuw. Dus nou ja, tot dan. Doeg!